Oh mijn god. Oké, ik tril helemaal. Holy shit. Is dit Area 51? Die baboe teases van neuken te zijn kom. Nu vertrek ik naar Amerika. Samen met Govert. Hele, hele dikke video's komen eraan. Zeik! Hey! Welkom bij het fucking YouTube nieuws. De show op YouTube waarin ik jullie update over alle nieuwe leuke nieuwtjes in de YouTube-wereld en veel meer. Woehoe! Vandaag hebben we toch wel wereldnieuws, man. Het is geen grap, het is geen meme. Ties en Govert Charles Wilhelmus Jacob Swijp zijn opgepakt in Amerika omdat ze Area 51 hadden. Kijk, wow, yo, easy. Ties en Govert zijn opgepakt omdat ze Area 51 hebben proberen binnen te komen. Ze zijn wel 5 kilometer diep geraakt. Ze hebben 2 mugshots eraan overgehouden. Of hij heeft gevochten met een alien. Of... Yo, boys, rustig. Welkom bij het fucking YouTube nieuws. Enige nieuws in de hele wereld die jij kan kijken zonder advertenties. Want wij hebben geen advertenties meer. Mijn YouTube channel is genukt. Maar in deze video is het niet free acid. In deze video is het free tease, man. Free tease. Ark Pirates. Ik werd dus wakker vanmorgen en ik zag deze tweet van Keemstar. These YouTubers, Tease, got arrested for storming Area 51. Dat zag ik op VRT nieuws staan. Populaire Nederlandse YouTubers, Tease en Govert zijn opgepakt. Het stopt niet. Overal. Govert en Tease riskeren 6 maanden cel na arrestatie Area 51. Je moet toch even, je hebt al een aardig stelletje ballen nodig om binnen te rijden daar en gewoon door te rijden. Het staat er vol met borden waarop er staat van, yo, no trespassing. Dat hebben ze toch gedaan. Ik spreek even namens iedereen van dit YouTube-channel. Bedankt om dit te doen. Jullie waren te vroeg, man. Het is vandaag 12 september. De Area 51-storm was pas 20 september. Ik weet niet waarom jullie week te vroeg gegaan zijn. Het is pre-fucked up. Besef dat ze echt al 5 kilometer diep zijn gekomen. Dus dat betekent dat ze hier door gereden zijn. Dat ze hier gewoon langs gereden zijn. En hierachter zijn ze dus nog 5 kilometer verder gereden. Dat is actually pretty nice. The occupants of the vehicle were identified as Govert Charles Wilhelmus Jacob Sweep en Tease Granzier. Both of the Netherlands. Wat YouTubers allemaal doen voor views, het is crazy. Het is jammer dat je waarschijnlijk hier nooit iets van online gaat zien. Plus, ze hebben nu een strafblad waarop staat dat ze gewoon geprobeerd hebben om in een militaire basis binnen te komen. Plus, ze zijn gepakt met fucking veel camera's, laptops en drones in hun auto. Dus sowieso dachten de Amerikanen dat ze aan het spioneren waren. En ze hebben toegegeven dat ze Engels kunnen spreken, schrijven en lezen. En dat ze gewoon letterlijk door dit soort borden gereden zijn. It's unlawful to enter this area without permission. Ik hoop voor hen dat ze gaan 6 maanden binnen zitten. Want als ze nu 6 maanden binnen zitten in Amerika, yo, dan is iedereen hier al vergeten wat er is gebeurd. Ik hoop erin dat het waard is. Want zoals Ties in zijn video zei: morgen stap ik in het vliegtuig naar Amerika. Samen met Govert om de gekste avonturen te beleven. Ik kan met een gerust hart vertrekken. Denk je dat wel een gekke video zijn? Ik ga niet liggen. Moest je kunnen uploaden? Dat je gewoon naar Area 51. Maar dat kan niet. Dat kon gewoon niet. Idioot, jullie hebben geprobeerd. Dat hebben we wel hard. Plus 3 habbo respect. Well done, guys. Positief hieraan is 1. Dat ik deze video kan maken en redelijk veel views kan cashen voor een domme fout. 2. Fucking leuke memes, man. Zo hebben we deze. Frituur, man. Free fucking tuur. De Amerikaanse politie toen ze die zagen met een camera en een drone. Hey, frituur. Free. Live beelden van tuur die Ties aan het bevrijden. Yo. Must free the Netherlandian YouTubers from jail. Second mission. Go, Netherlandian. Dat klinkt stoer, man. Maar iedereen moet beseffen dat Ties en die andere guy, die er een beetje raar uitziet, maar oké. Gewoon echt na die gate nog 5 kilometer verder zijn gereden. Stel je even voor dat ze iets hebben gezien. Stel je even voor dat ze een UFO hebben gezien of zo, of een alien. Dat ze er daarom zo fucked uitzien op deze foto. Zij zag een man in black, dan kunnen ze niks meer herinneren van waar is gebeurd, of wie ze zijn, of wat ze aan het doen zijn. Het kan echt wel. Deze foto's zijn niet oké, man. Ze zien er gewoon niet oké uit. We gaan nooit weten waarop hun camera staat. Ik ben 100% zeker dat alle beelden verwijderd zijn. Iets in mij zegt dat Amerika hier echt niet makkelijk over gegaan. Want ik had al veel dingen gelezen van de Amerikaanse stad die zei van, oh joh, niet komen, niet proberen om echt Area 51 te komen bezoeken waar we gaan schieten. Ik denk dat ze dit als mooi voorbeeld gaan geven om iedereen af te schrikken dat ze echt niet moeten komen en daar hier echt nog shit van gaan komen, man. Ik hoorde iemand zeggen, ja, ze gaan gewoon €500 boete moeten betalen en dan kunnen ze weggaan. Hell no! Sowieso niet. Dat zijn de eerste mensen die zijn opgepakt omdat ze hebben proberen Area 51 te rijden. Dus, oh. Maar ik heb al gezegd, plus 5 habbo respect voor deze 2 guys, man.
Zoals je kan zien, YouTubers gaan echt crazy voor views. Tisa subs in de laatste 24 uur van 30 per dag naar 581 gegaan zijn in vandaag alleen. Ik hoop dat als ze ooit terugkomen en als ze niet gefucking killed worden daar, dat we gewoon daar één video krijgen met uitleg van wat ze hebben gezien ofzo. Als dat zelf mag, als ze dat zelf mogen droppen. Want zo parel zijn als ze terugkomen en er niks over zeggen. Stel je voor, ze komen terug als ze zeggen er niks over. Doen alsof daar niks is gebeurd. Dan hebben ze sowieso iets gezien. Waar zit ik het meeste mee in? Yo, hadden ze Tuur mij of niet? Is Tuur mij gegaan naar Area 51 of niet? Dat weten we nog niet. Misschien hebben ze Tuur daar gedropt en is hij daar nog ergens undercover, man. Is hij daar ergens een Fortnite dansje aan doet? Who knows? We hebben natuurlijk meer nieuws. Precies vandaag heb ik ook een pakketje gekregen. Free Acid sokken gekregen. Vandaag is het toch Free Ties, Free Tuur en Free Govert Charles Wilhelmus Jacob Swipe. Oeh, dat is pretty nice. Hey, creator code. Let's Thanks Acid. Shout out naar elke buizen, man. Thanks for this box. Nu tijd voor meer nieuws. Je hebt zo dit YouTube channel, Academia y Agencia de Modelia Balancanza. Dit is een YouTube channel en ze hebben wel ads op hun video's. Het enige wat dit YouTube channel doet, is minderjarige kinderen posten die bijna geen kleren aan hebben. Dit is echt niet oké. Okay. Op hun site staan er dan dingen als topmodels en little topmodels plus access to exclusive private special video's. Er is Walhalla voor fucking pedofielen. Er ziet er helemaal niet professioneel of legit uit ofzo. Like what the fuck. En dit pakt YouTube dan niet. Er is fucking pedofilie op een YouTube channel. Je kan betalen op hun site om een soort van rang te krijgen waar je dan special video's krijgt van de little topmodels. Het is om ziek van te worden, man. Dit is fucking pedofilie op YouTube. En dit is dan wel gewoon gemonetized. Ik word geband van YouTube omdat ik een fucking terrorist zou zijn. Hey, ik heb niet proberen Area 51 binnen te dringen hoor. I'm just making nice videos telling you guys the news. Weet jullie nog toen ik zei dat YouTube mijn video nooit ging kunnen beoordelen omdat ze die al volledig hadden verwijderd van YouTube en er was dus geen tegenbewijs meer dat het geen terroristische video was? Wel, iemand heeft mijn Instagram story gerecord van 28 juni en daarin zit een stukje van die video waardoor hij op mijn channel genukt is en dat is dit. 40 weergave en er is fucking strijkt. Besef. Hoezo? Weet je hoe oud dat dit is? Dan heb je dit channel, die minderjarige kinderen en bijna niks van kleren op hun YouTube channel zet. Bij elke video zijn alle reacties uitgeschakeld. Elke video fucking veel dislikes, omdat iedereen ook zo is van, what the fuck? Dit is niet oké, man. Het volgende punt is King Lurt heeft een video geüpload van 1 uur en 2 minuten, waarin hij de volle 1 uur en 2 minuten praat over hoe hij gepest wordt door YouTubers. Oké, om nog even terug te komen op Tisa Govert, wat ik echt volledig niet snap, is dat je denkt dat je letterlijk gaat kunnen binnenrijden in Area 51, waar hun wel een beetje is gelukt. En dan dat ze nog van plan waren om mijn fucking drone over Area 51 te filmen. En een beetje te filmen hoe het eruit zag. Ja man, we gaan gewoon even Area 51 maken. Daar een paar leuke drone shots en we zijn weer weg. Stel je voor, ze zijn een drone aan het setupen. Om hem in de lucht te gooien en om een beetje shots te maken. En op dat moment worden ze gewoon echt gepopt door een sniper. Dan hadden wij nu berichten zoals wij bekende Nederlandse YouTubers om het leven gekomen in Area 51. Ik krijg ook dit even binnen. Dit is gevaarlijk en verboden. En betrapt. Dat is een video uit de toekomst, man. Dus is dit de Area 51 video? Oh mijn god, er is een boot. Oh mijn god. Oké, ik tril helemaal. Holy shit. Is dit Area 51? Ik meen dat als ze 6 maanden binnen zitten, hebben ze echt pagen, man. Dan is dit plan echt mislukt. Als je zo'n wereldreisje plant, plan naar Area 51 gaan, dan misschien niet aan je eerste dag gaan. Doe dat zo ergens op het einde, dat je toch nog een leuke Amerika-reis achter de rug hebt gehad. Want nu worden ze waarschijnlijk gewoon verkracht in de douches. Hey, that's nice. Nice trip to the USA, boys. Zo was het weer voor het YouTube-nieuws deze week. Bedankt om te kijken naar deze video. Op de jullie het leuk vonden, smash zeker een duimpje omhoog. We going all out for the news. Ik zie jullie de volgende keer in mijn nieuwe video. We zitten al 3 dagen op die upload-streak van de dag wel en de dag niet. That's pretty cool. Vergeet niet volgende week op de merch te sparen al een beetje monies om de merch te kopen. Hey guys, thanks for watching. See you guys next time. Bye bye.